wedstrijd is niet afgelopen, maar de eindstand is 4-3 in het voordeel van Feyenoord. Martin! Dat betekent dat Feyenoord in de groep van 4 de tweede plaats is geëindigd. En dat Feyenoord verder gaat naar de winter in deze competitie voor de Champions League voor jeugd. De loting voor de volgende ronde vindt plaats op maandag 11 december in Lyon in Zwitserland. En dan wordt bekend welke uitwedstrijd Feyenoord op 6 of 7 februari moet gaan spelen. We feliciteren Feyenoord en danken beide teams